Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Haaglanden Voetbal Totaal. We gaan weer terugblikken op het voetbalweekend. Op zaterdag waren we bij het treffen in de hoofdklasse A tussen Scheveningen en Noordwijk. En in het zondagvoetbal was Haaglanden Voetbal Totaal aanwezig aan de Dalenbergse Laan bij het treffen in de hoofdklasse A tussen HBS en Alverse Boys. In de hoofdklasse A had Scheveningen tegen Noordwijk het betere van het spel. De ploeg van John Blok kreeg ook de beste kansen. Maar Noordwijk was effectiever en ging er vandoor met een 1-3 overwinning. Na afloop sprak Rob Blankenstein met Marcel Pronk, speler van Scheveningen. Marcel Pronk, je hebt het in de eerste helft laten liggen. Ja, denk ik wel. Dus we begonnen goed, we kregen ook kansen. Ik denk 4 mogelijkheden op de 1-0. Ja, en dan eigenlijk uit een vrije trap scoren. Het is meer een geluksgoal, denk ik. Hij staat net voor de keeper op. En dat mag eigenlijk niet gebeuren, maar het gebeurt. Eerste helft speel je heel behoorlijk voetbal. Noordwijk was beslist niet de bovenliggende partij. Maar het gaat met name om de nekslaggever op een gegeven moment. Ja, het gaat ook eigenlijk om de goals die je maakt. Je koopt er niks voor als je goed speelt. En dat, soms dan zit het gewoon in zo'n wedstrijd tegen. Dus ben je de bovenliggende partij, krijg je ook kansen en dan maak je hem zelf niet. En dan zie je dat je hem toch tegen krijgt. En op een gegeven moment dan moet je toch een beetje gaan zoeken. En dan krijg je dan wat meer ruimte natuurlijk. En dan maken ze de 2-0. En dan is het eigenlijk over die wedstrijd. Wat heeft John Blok, de trainer, jullie meegegeven in de rust? Ja, dat we gewoon zo door moesten gaan hoe we begonnen waren. Op zich stond het goed. Hun stonden dan maar 1-0 voor, maar we waren op zich niet de bovenliggende liggende partij. We probeerden ook de tweede helft gewoon door te gaan. Het is niet zo dat hun veel beter ook werden in de tweede helft. Ja, op een gegeven moment moet je op zoek naar de 1-1. En dan komt er wat meer ruimte voor Noordwijk. En dat weet je. En dat moet je dan accepteren als het dan ineens de 2-0 valt. Goed, na de rust hebben jullie weinig meer afgedwongen als je het vergelijkt met de eerste helft. Ja, dat is ook zo, klopt. Maar in principe is het Noordwijk natuurlijk ook gehad. Het staat 1-0 voor, die hoeven niet te winnen. Wij in principe moeten winnen. Dus we gaan toch iets meer verdedigend spelen. Maar je ziet toch dat we wel wat aardige kansje krijgen. Ik krijg zelf ook nog een kansje. En die moeten er toch in. Maar goed, Noordwijk heeft na de rust weinig problemen meer gekend. We kregen toch wat kansjes, vond ik hoor. Hun krijgen dan wat meer ruimte, maar omdat wij wat meer weggeven. Maar wat ik zeg, ik krijg zelf ook een kans en zulke ballen moeten erin. En als dat niet gebeurt, dan verlies je een wedstrijd. Wat jezelf betreft, ik voel je even de uitblinkers bij Scheveningen. Ja, op zich ging het lekker. Ik kreeg wat veel ruimte ook, omdat hun buitenkant wat naar binnen zak. Daardoor krijg je wat meer balbezit en dan kan je wat meer voetballen. En dat is nou eenmaal dat is hun spel. We hebben misschien te weinig mee gedaan, maar het is zonde. Hoe hard komt deze nederlaag aan? Ja, heel hard aan natuurlijk. In principe is het voor kampioenschap voor ons over natuurlijk. Nu kan je alleen nog voor de tweede, derde plek wie wat na competitie oplevert. Maar goed, al met al, als je kijkt bij het begin van het seizoen en nu waar je staat als Scheveningen, dan doe je het beslist. Nee, zeker niet. Maar we hebben een opwaartse lijn ingezet en na de tweede helft van het seizoen wat minder natuurlijk. En we hebben vorige week 4-0 gewonnen en dan zit je wel weer in de opwaartse lijn en probeer vast te houden. En dat is vandaag dan weer niet gelukt, maar we hebben nog geloof ik 6 of 7 wedstrijden. En die moeten we gewoon proberen allemaal te winnen. Was dat nog de doelstelling voor die laatste 6-7 wedstrijden? Ja, zoveel mogelijk te winnen natuurlijk. Dat je in die na-competitie haalt, dat je nog kan proberen om naar de topklasse te gaan. Toch even kijken naar het volgende seizoen. Hoogspelers hebben al kenbaar gemaakt dat ze blijven. Misschien dat jij hebt gemist, maar hoe staat het met jezelf? Ja, ik blijf ook, ja. Heb je er wel vertrouwen in dat het komend seizoen qua selectie wat breder wordt? Want dat is ook nog een van de handicaps natuurlijk. Ja, op zich. Op een gegeven moment in de tweede helft van het seizoen hadden we wat blessures. Zoals vooral Mehmet en onze rechts buiten. En dan zie je als je die mist, dan is het gewoon ietsje minder bij ons. Maar dat is met een club als Scheveningen hebben dat misschien iets meer als ergens anders. Zoals bij Noordwijk, die hebben dan meer selectiespelers. Ja, dan moeten wij het mee doen. Dat is voor ons zonde geweest. Maar ja, nu is gelukkig iedereen weer fit. We proberen er wat moois van te maken nog. Heb je dan nog een rot weekend als je naar zo'n nederlaag geleden hebt? Of zit je daar vrij snel overheen voor jezelf? Ja, het is nooit leuk om te verliezen. En zeker niet zo'n wedstrijd. Een belangrijke wedstrijd natuurlijk. We zouden of op 2 punten of op 8 punten komen. Ja, en nu sta je 8.8 en dat is toch niet zo leuk. In de hoofdklasse A speelde HBS aan de Dalenbergse Laan tegen Alverse Boys. En natuurlijk waren we ook bij die wedstrijd aanwezig. Pieter Donald gaat terugblikken met de trainer van HBS, Wim de Jong. Wim de Jong, je bent een gelukkig mens, want alle concurrenten hebben punten verspeeld. Ja, dat is niet vaak gebeurd. We hebben deze competitie als de koploper verloren, dan verloren wij ook. Dus dan maak je het verschil niet. En vandaag voor het eerst is het een keer gebeurd dat wij winnen en dat alle concurrenten verliezen. Dus ja, dan is het wel een gouden dag zo in het zonnetje hier. Na vorige week was het wel weer nodig, hè?
Ja, dat was natuurlijk een domper en helemaal natuurlijk om alles wat er omheen gebeurde. Spelers te laat en ziek, dat je moet gaan wijzigen in je opstelling. Dat is natuurlijk voor een voorbereiding gewoon niet goed. En dan speel je tegen een ploeg die eigenlijk ook niet beter is, maar eigenlijk minder. Maar die wel heel hard werkt en de mouwen opstroopt. Ja, en dan verlies je dan daar. En eigenlijk moet je ook nog zeggen dat het terecht is met alles wat er gebeurde. Ja, dan moet je de koppen bij elkaar steken. En dan weet je gewoon dat je vandaag met elkaar dat moet klaren. En dat het niet nog een keer kan gebeuren. Nou, dat hebben ze gewoon voortreffelijk gedaan. Maar dat is dan typisch de trainer Wim de Jong die dat weer voor elkaar krijgt. 3-0 lijkt natuurlijk geweldig, maar Alphense Boys was degelijk het ploeg om toch wel rekening mee te houden. Okay, bijna iedere trainer zegt dat Alphense Boys een van de best voetballende ploegen is in de afdeling. En dat onderstreep ik ook nog steeds, want aanvallend hebben ze heel veel in huis. Maar het is vooral de omschakeling verdedigend. En achterin is het vaak chaotisch en paniekerig. En dat zag je ook bij de spelervattingen van ons. Dus daar hebben we wel heel goed gebruik van gemaakt. Maar goed, aan de andere kant moet ik ook zeggen dat zij wel de kans hebben gekregen aanvallend. En Sander heeft een paar goede reddingen verricht. En Cor Roeleveld stond soeverein achterin. Maar goed, dat valt niet af te dingen op die 3-0. Want ik denk dat dat ook wel verdiend is. Alle drie de doelpunten kwamen uit spelhervattingen. Is dat een verdienst ook van jou? Is er extra op getraind? 1 vrije trap, 2 corners? Nou ja, niet extra, want het is eigenlijk al jaren dat we dat proberen met wat grote mensen om daar gevaar te stichten. En dat is dit seizoen ja, 1 keer eerder met Cor gebeurd. Dus we hebben nog niet heel erg veel gescoord uit spelhervattingen vrije trappen. Maar vandaag wisten we wel dat er chaos was in die achterhoede. En ook met die keeper dat er vaak onzekerheden zijn daar. Maar ik moet ook zeggen dat we het laatste kwartier hebben we de wedstrijd redelijk uitgespeeld. Dan kregen we ook nog wel wat kansen over de grond om af te maken. Nou ja, goed, het is dan 3-0 door spelhervattingen. Maar daar kan ik wel mee leven. Eerste doelpunt in de 22e minuut. Een heel slim genomen vrije trap. Kort genomen. Paul Becker bij de eerste paal tikt hij in. Ik vind het bijna ingestudeerd. Ja, maar Paul is wat dat betreft, we weten dat Paul niet de allerbeste voetballer is. Maar Paul is ongelooflijk gevaarlijk in de 16 met zijn hoofd. En hij kan koppen als geen ander. Over de grond is het vaak ongelukkig, maar Paul die werkt zo verschrikkelijk hard voor het elftal. En hem gun je ook zo'n doelpunt. En hij heeft dat vorige week ook laten zien, of 2 weken geleden. Dat hij met zijn hoofd gewoon heel gevaarlijk kan zijn. En de bal was goed aangesneden van Bista, wat ik meen. En hij komt er goed voor en kopte hem schitterend binnen. Dus chapeau voor Paul. Dat je hem voor tijd, 10 minuten voor tijd wisselde voor Sander de Jong, is dat een publiekswissel? Nou, dat was het geen zins, want Paul zat er echt helemaal doorheen. En dat was eigenlijk bij alle drie de wissels. Michel Bista zat er compleet doorheen. Tjeerd Westrijk zat er compleet doorheen. Dus dat waren geen publiekswissels. Het was echt noodzakelijk. En dat tekent ook de kracht van deze ploeg, dat ze echt tot het gaatje gaan. En dan gewisseld gaan worden. En dan kan je ook feestvieren met elkaar. Maar je moet het wel eerst verdienen en dat hebben ze goed gedaan. Je hebt toch ook een brede selectie, want toch eigenlijk circa 5 basisspelers die er niet zijn. En dan de wissels die dan zo invallen, dan doen ze het goed. Nou ja, goed, we kiezen er bewust voor om het 18 man dat neer te zetten. We hebben uit het verleden wel geleerd dat op dit niveau dat ook noodzakelijk is. Je krijgt altijd je schorsing en je blessures. Nou, vandaag hebben we er dan iets meer dan gemiddeld. Maar we hebben dat voortreffelijk opgevangen. En dat tekent ook de breedte van de groep. Nou ja, goed, daar hoop je van tevoren op. En vandaag betaalt zich dat uit. Ruststand 1-0, maar dan direct na de rust, al 2 minuten na al die 2-0. Is het dan eigenlijk, denk je, als toeschouwer beslist? Maar jij ziet het anders, hè? Ja, compleet anders. We hebben vaak een ruime voorsprong weggegeven of dat het paniekerig werd. De aansluitende treffer wordt gemaakt en dan ga je toch met de ploeg wat meer naar achteren lopen. Omdat we hebben niet heel veel routine in die ploeg zitten. Er zijn niet heel veel spelers die op een hoog niveau lang gespeeld hebben of die de lijnen kunnen uitzetten. Want je kan wel hoog gespeeld hebben, maar als je de lijnen niet uit kan zetten, dan is dat lastig. De coaching is dan moeilijk in het elftal. Zolang het allemaal goed gaat, is het allemaal prima voor iedereen. Maar als we onder druk komen te staan, ja, dan moeten er toch andere dingen gelden dan in de voetballerij. En daar hebben we wel eens last van. Dus op het moment dat ze een aansluitende treffer maken, zijn we toch te snel geneigd naar achteren te lopen in plaats van druk op de bal te spelen. Waardoor je het zelf onnodig moeilijk gaat maken dat je allerlei kunstgrepen moet uithalen om een wedstrijd eruit te slepen. Ja, vandaag was het niet nodig. We maakten de derde en toen zat de wedstrijd op slot. Vorige week was je denk ik erg boos op Sander Pronk, te laat gekomen, waardoor hij niet in de basis mocht spelen. Maar ik denk na de 3-0 met 3 schitterende reddingen en ja, hij keek ook een bal binnenkant paal eruit, ben je wel tevreden over hem? Nou ja, absoluut. Kijk, we hebben natuurlijk van de week, en dat mag je best weten, hebben we erover getwijfeld. Ik heb ook voor de wedstrijd met Johnny, de reservekeeper, gesproken. Die heeft vorige week voortreffelijk ingevallen. Heeft een uitstekende wedstrijd gespeeld. Die traint heel erg goed. Dus die rammelt heel erg aan de deur. En Sander heeft de afgelopen wedstrijden, zowel tegen Elinkwijk als Shabab, heeft hij ons ook gered. Ja, en hij weet dat hij nu op een draadje balanceert. En hij moet gaan oppassen, want Johnny klopt op de deur. Dus ja, hij heeft vandaag laten zien dat hij erin hoort. En dat is voor iedereen eigenlijk gelukkig. Voor Johnny misschien wat minder, maar die begrijpt het ook wel goed.
HBS is koploper, nog 6 wedstrijden. Hoe moet ik naar die laatste 6 wedstrijden kijken? Echt op weg naar het kampioenschap, mag ik het woord nog niet noemen? Nee, denk ik ook niet. Het staat nog zo dicht bij elkaar. Shabab en ADO 20 die kunnen zelfs nog gelijk of over ons heen komen. In deze competitie hebben we al zoveel meegemaakt. Als je 2 keer verliest, dan is het weer helemaal klaar. We hebben gezegd van tevoren, als we maar zorgen dat we bij de laatste 4 wedstrijden erbij staan. En dan gaan we eens kijken wat het gaat worden. Die laatste 4, dan moet je gas geven. En we moeten eerst zorgen dat we bij de eerste 3 zitten voordat het zover is. Je hebt net gehad over een selectie van 18 man. Als die alle jongens nou echt denken van nou, we willen die Wim de Jong toch een mooi cadeautje geven in zijn laatste seizoen als trainer bij ons. Dan is dat toch eigenlijk wel mooi. Dat is het allermooiste wat er bestaat. Kampioen worden. Ik heb dat 1 keer meegemaakt hier dan met deze club. Naar de hoofdklasse toe. En dan zei iedereen van nou, laten we maar eens proberen om erin te blijven. Want dat is heel lastig. En een aantal jaren later sta je hier in de top van de hoofdklasse. En dan ben je heel trots. Ja, dan is er maar 1 bekroning. Maar dat geldt ook voor het elftal. Want ik vind dat die gasten dat dan ook verdienen. En dat we met z'n allen hier wat neer hebben gezet. Maar we moeten nog heel hard werken met elkaar om dat te bereiken. Maar het zou wel een hele mooie bekroning zijn. En met Wim de Jong zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Haaglanden Voetbal Totaal. Dank voor uw aandacht en ik wil u graag even wijzen op de wedstrijden die deze week worden gespeeld in het Haaglanden Voetbaltoernooi om de Sir Winston Bokaal. Dinsdagavond zijn er heel wat wedstrijden. Kijkt u op www.haaglandenvoetbal.nl en u weet het programma. Graag tot aanstaande vrijdag gaan we weer vooruitblikken op het voetbalweekend.